iedereen, welkom bij mijn eerste upload naar de Mega Minecraft NL kanaal. Mijn naam is Hugo, beter bekend als Raven, van mijn eigen kanaal Night Ravens. Ik werd vanochtend werd ik wakker en ik werd gevraagd of ik wou deelnemen aan dit kanaal. Ik heb daar zeer spoedig aan geantwoord. En ik heb... Ja, en hier ben ik dan bezig met mijn eerste video. Dus ik hoop dat jullie allemaal van zullen genieten. Ik ga even een nieuwe wereld aanmaken met de seed Nederland. Want dat zijn wij toch allemaal Nederlanders. Ik dan weer net niet, maar dat maakt niet uit. We wonen in Nederland. Even kijken, ik laat de wereld een beetje genereren. En dan gaan wij op zoek naar bomen die daar staan. Want wij zullen hout nodig hebben, want alleen met hout kun je in deze wereld overleven. Ja. Toen heb ik een beetje last van lag. Dat zal waarschijnlijk komen omdat ik wat programma's open heb. Maar ik hoop dat het niet al te erg gaat worden. Waarschijnlijk niet, want ik heb een best goede computer voor Minecraft. Dus ja. Gewoon opeens gevraagd of ik wou meedoen. Ik even naar het kanaal gekeken. Ja, gewoon even rondgekeken hoe hun video's waren. Of ik dat leuk vond om ook echt gewoon deel te nemen in dit kanaal. En ik ben zeer positief dat dit heel erg leuk gaat worden mee te doen. Ja. Dus ja, even wat hout verzamelen om een huisje te bouwen. Ik heb een klein doel vastgesteld voor deze let's play. Deze kleine... Wow. Zwevende zand. Wat betekent het allemaal? Dus ja. Laten we het eventjes in hout maken. Dat ging opeens heel snel. Dat ga ik nog een keer uitproberen. Dat wist ik niet dat je dat allemaal in één keer kon doen. Dat is dan een god of gewoon ondergrondse passage. Blijkbaar wel. Ik zou hier wel een... ik weet niet. Als het misschien een beetje opener was, kon ik hier misschien een huisje bouwen in. Het is natuurlijk een beetje zand. Een beetje irritant om in te bouwen. Misschien hier. We zien wel. We zien wat ik ga doen. Maar ja, mijn doel is eigenlijk om zo snel mogelijk een goede god te vinden. Iron te vinden. Daarna naar diamanten. En dan wil ik naar de Nether gaan. Eigenlijk zo snel mogelijk. En ik ga proberen om heel veel op obsidian te krijgen. Zodat ik een huisje Nether kan bouwen. Terwijl ik door de guests wordt ondergeschoten door met vuurballen. Dus gewoon even een goede aantal hout zoeken. Nou, even op i klikken. En dit is ook mijn eerste Nederlandse Minecraft commentary. Of ik heb geen idee. ik doe voornamelijk gewoon Engels, want dat is gewoon wat ik gewoon het beste doe. En ik hou gewoon van internationale publiek, maar ja... Aangezien ik al een internationaal kanaal heb, vond ik het niet erg om aan een Nederlands kanaal mee te doen. Ik heb al een beetje gesproken met één van de twee. Even kijken. Ben ik zijn naam vergeten? Ah, ik ben zo slim. Oh, jezus. Ah, ik kan geen dingen herinneren. Niet met Brian, maar die andere. Ja, die andere. Jullie weten wie ik bedoel. Jullie zijn fan van dit kanaal, dus jullie moeten weten wie ik bedoel. Ik heb geen idee hoe die heet. Dat spijt me heel erg. Oké. Nou ja, laten we even snel... Voor mij is dit het laatste hout dat ik wel nodig zal hebben, want... Ik heb volgens mij niet echt zo heel veel hout nodig voor het eerste huisje. Dan doe ik het alweer. Ja, ik ben net begonnen met het spelen van Terraria, dus... Als ik af en toe op escape zal drukken... Dan spijt het mij heel erg, maar... Ja, zoveel spelletjes in elkaar. Ach ja. Laten we even snel een big vermoorden, omdat... Vlees te krijgen, lekkere ham. Dat was een beetje een wat magere big. Ik heb graag 2 stukjes ham. Altijd, elke dag. Zo zie ik het graag. Even een schaap slaan voor wat wol. 2 blokjes maar. Ik heb trouwens nog een derde gezien, dan kon ik een huisje bouwen. Maar hier zitten ook gelukkig schapen, dus... Oh, nog bruine schapen ook nog. En jij geeft me wel 3 blokjes, maar ik heb geen zin om dat bruine wol te gaan verspillen. Want ik kan misschien met dat bruine wol kan misschien iets leuks gaan doen. Oh, wacht, dit is een grijze schaap. Wauw. Nou nog een zwarte en een roze schaap vinden, hebben we alle kleuren. Even kijken. Voor mij zag ik nog een schaap. Oh, daar. En kijk. Iets wat ik al zocht. Iron. Zal ik even snel een workbench maken. Ik gooi even... pak even wat zand.
even wat groter stuk maken hier. En dan gaan wij een workbench maken. En wat stokken. Zo, en die workbench zetten we even hier neer. En dan maken we even snel een houten pickaxe. We gaan even wat hout mijnen. Of wat hout mijnen, steen mijnen. En daarna gaan we dat iron halen. Of brons of ijzer. Want brons is koper. Ja, ik ben zo slim. Dus we hebben genoeg steen om een stone pickaxe te maken. Dit is gewoon meestal wat ik doe. Ik maak gewoon een pickaxe. Ga snel mogelijk achter de steen aan om de steen pickaxe te krijgen. Want ik heb echt een hekel aan houten tools. Dus die gooi je maar snel weg. En we gaan deze iron uitmijnen. Dus ook een doel, zoveel mogelijk iron krijgen, zodat ik iron equipment en zo kan maken. Zodat ik de poort en obsidian vinden om de poort naar de nether te maken. Ik vind dit tot nu toe wel een goede wereld eigenlijk. Want ik bedoel, dat is nog een van de meest wonderen van de natuur. We hebben daar kool, we hebben hier een mooie waterval. Ik denk dat ik hier ergens in de buurt mijn huisje ga bouwen, misschien daar bovenop. Dat gaat wat leuks worden. Even kijken. Nou, misschien wat dingen over mezelf vertellen. Mijn naam is Hugo, oftewel Raven. 16 jaar. Zit nu in mijn examen. Klas van het VMBO. Dus ik heb over pak een beet anderhalf uur een wiskunde examen. Dus dat gaat leuk worden. Was hier nou het kool of niet? En toen viel ik. Heb ik die kool allemaal gepakt? Oh, denk dat ik alle kool had. Oh ja, ik ging hier naartoe. Dus ja, ik heb binnenkort vanmiddag de wiskunde-examen. Vanaf donderdag heb ik zomervakantie. 3 maanden, dus dat gaat ook wat worden. Dan heb ik extra veel tijd om allemaal te gaan uploaden en zo. En dit is toch gewoon geniaal mooi. Ik bedoel, kijk, gewoon wonderen van de natuur. Minecraft. Het doet af en toe mee aan zwaartekracht, maar af en toe ook weer net niet. Dus laten we hier maar even snel gaan minen en wat kolen krijgen. Natuurlijk moet ik helemaal hier beneden beginnen, dus ik moet dit... Oh, ik zit in het water. Kijk. Zo. En vanaf hier kunnen we wel de kool pakken. Dus ja. Ik kan zo meteen wat toortjes bouwen en dan denk ik dat ik zo meteen aan mijn huisje ga beginnen. Ik moet even snel kijken hoe lang ik aan het recorden ben. Dat is fout programma. 7 minuten, oké. Dus, ik heb nog genoeg tijd om een huisje te bouwen. Even al deze kool krijgen. We hebben dirt nodig. Ik weet niet of we dirt nodig hebben. Waarschijnlijk niet, maar... Ach, we hebben genoeg dirt, dus boeien. Boeien! En daar is dan een grot of gewoon een kleine inham. In de berg. Oh. Ik zie daar een gat. Dus dit zou volgens mij wel een god kunnen zijn. We zullen zien. Naakt schaap. Mijn workbench. Die moet ik ook nog even... Zo snel gaan pakken. Wat gravel. Oh, oké, dan kan ik mooi wat flint gaan proberen te krijgen. Want ik heb flint nodig als ik naar de nether wil. Want ik moet pijlen maken om die gas uit te kunnen schakelen. En anders gaat dat wel heel erg moeilijk worden. Even kijken, zit er nou nog een cave hier of niet? Verdomme, doe ik het alweer. 40 kortjes maken. Zo. Kijken of hier nog iets interessants zit. Nee, niks interessants hier. Niks boven ook nog. Nee, nou ja, als ik nog flint en gravel nodig heb, weet ik wat het is. Hier, weer blijkt dat zwaartekracht gewoon niet boeit volgens Minecraft. Even op en neer dobberen. En die gravel kapot maken en dat zien laten vallen. Dat is altijd leuk om te doen in Minecraft. Gewoon de zwevende dingen kapot te maken, dus helemaal naar beneden vallen. Dat is leuk. Maar ik wil die zand, dat leuke zandding niet kapot maken, want dat vind ik toch wel heel erg geinig. Zo van motivatie om door te blijven gaan. Ik weet niet. Ik zeg ook maar wat. Schaapjes en een big, of is dat een roze schaap? En als dat een roze schaap is, die kansen om een roze schaap te vinden zijn best klein. Oh, een roze schaap! Nee, ik ga geen grap over de roze maken. Roze is mooi, laten we daarop houden. Mooie roze. het spijt me. Want de kans om een roze schaap te vinden is 1-0 op. Nee, niet 0 op. 0.1 zoveel. Dus het is best klein om een roze schaap te vinden. En ik vind het toch leuk als je dat toch vindt. Altijd geinig om die kleine zeldzame dingen te vinden. Ik kan ook even zijn roze wol pakken. Dankjewel. 3 blokjes. Kijk, perfect. Ja, laten we deze
heuvel even omhoog klimmen en dan kunnen we hier een huisje bouwen. Toch een mooi uitzicht over de woestijn en kijk. Ik denk dat onze volgende bestemming gaat worden. We kunnen eigenlijk nu naartoe gaan. Hou ik eigenlijk een huisje bij de Wat gaan we doen? Zoveel weg om te gaan. Kip. Ik zeg maar, kip. Dus die gaan we ook even vermoorden voor zijn veertjes. Hallo kip. Eet mijn vlees, kip. Zo, even die veren pakken. Weet je, we gaan gewoon hierheen. Weet je, we hebben er gewoon scheid aan. We gaan gewoon deze kant uit. We gaan gewoon deze kant uit zwemmen. Oh, de zon gaat onder. Weet je wat, we gaan gewoon terug. Weet je. Allemaal leuk en aardig, maar ik heb geen zin om het water nu in te gaan. Het is veel te koud voor mij nu. Oh. Het is gewoon niet zomer. Nou, het is bijna zomer. Het is lente. Maar ja, in de lente is het water ook niet echt heel erg warm nog. Dus weet je wat, wij gaan gewoon lekker hier een huisje bouwen. Wij gaan even snel mijn hout erbij pakken. Ja. Als dat in het Engels was, was dat een heel leuk grapje. Ja, laten we hier een huisje bouwen snel. Want ik zit op peace, of ik zit op easy. Ik ga het waarschijnlijk nog wel even omhoog zetten. De moeilijkheid. Vooral als we naar netten gaan, dan gaat het perfect worden. Het zo leuk worden. Even helemaal op hard zetten en gewoon continu doodgaan door die gasts. Ik wil gewoon even een simpel huisje, lekker simpel vierkant huisje maken. Gewoon voor de nacht. Ik ben niet echt een godpersoon. Oh, we hebben niet genoeg hout, denk ik. Maar zoals ik al zei, ik ben niet echt een godpersoon. Dus, nou ja, ik ga in de god als het moet. Maar over het algemeen doe ik dat we net niet. Nou ja, we hebben hier een mooie bos, dus laten we hier maar even wat hout halen. Let op, soms staat er achter mijn creeper. Nee, ik zo van, ik hoor iets. Want je moet eerlijk toegeven, creeps zijn toch de allerleukste dingen in het hele spel. Oh, nou, het is heel erg donker nou. Maar ja, jullie kunnen helemaal niks zien. Dat is jammer voor jullie dan. Want ik kan het nog wel een beetje zien, het is een beetje rooi, dat hout. Ah joh. Nog even deze pakken en dan gaan we terug naar het kleine huisje. Nou, even. Doe ik het weer hoor. Even hier hout van maken. En dan gaan wij. Even rondkijken. Oh god, ik zei het. Ik zei dat dit gaat gebeuren. Oké, kom maar een beetje verder. Oh, holy. Shit. Ik heb geen zin dat dit ding die pompoenen gaat kapot maken. Oké, kom het water in. Oh, een skeleton. Oh, geweldig, ik heb geen wapens. Perfect. Oh, dat doet pijn. Dat doet pijn. Dat doet pijn. Dat doet pijn. Oké, creeper, kom. Creeper. Creeper, creeper, creeper. Kom, creeper. Hey, lolo. God, jezus. Mijn, sla. Ontplof, creeper, ontplof. Creeper, hier. Verjemig, hé. Oké, ik ben weg. Laat even snel het huisje afmaken. Voordat nog meer creepers en zombies en skeletons en spiders komen die me allemaal kapot willen maken. Zie je, ik zei dat straks dat ik genoeg hout had, maar altijd blijkt dat je net niet genoeg hout bij je. Oh god, lijkt. Ik kon naar binnen gaan, alsjeblieft, dankjewel. Graag gedaan, super de boer. Snel. Zo. Even snel dat huisje voor het grootste deel afkrijgen. Oh, dat lukt wel, ja. Wil ik hier nog een dak eigenlijk? Wil ik hier een dak bovenop? Tegen de tijd dat we klaar zijn met het huis, is het waarschijnlijk al dag. We hebben echt goed gebruik gemaakt van het huis. Weet je, ik ga gewoon naar binnen toe. Ik zet hier wat toortjes op. Ik eet nog even snel mijn avondmaal. Dat wou ik dus niet doen. Pak even mijn workbench erbij. Workbench neerzetten. Ik ga even een zwaard maken. En dan ga ik de aflevering hier beëindigen. Ik weet niet waarom ik een zwaard ga maken en dan beëindigen. Maar daar heb ik gewoon zin in. Zo ben ik gewoon. Ik ben gewoon gek. Oh, ik heb nog genoeg vlees over hier. Dus ja. Weet je, ik maak ook even snel mijn laatste stone equipment. En dan gaan we in de volgende aflevering. Als er een volgende aflevering komt. Waarschijnlijk wel. Ik hoop het tenminste. Gaan wij naar die eiland die ik zag. Helemaal daar. En dan gaan we daar proberen. Een wat groter huisje te bouwen. Die wel voor de nacht klaar is. En we gaan even die pompoenen halen. Dus jongens, ik hoop dat ik jullie de volgende aflevering weer zie. Dus ja, tot volgende keer.